Nou, de Scapino, faal, Bristol, dikke vette faal. Het probleem bij de Bristol is dat ze gewoon alleen maar maat 37, 38 en 42 of groter hebben. Dat is gewoon echt niet handig. Goedemorgen. Het is zaterdagmorgen, 14 december. Ja, want gisteren was het eigenlijk weer net. Ik ben onderweg naar beneden. Ik heb al een hele hoop gedaan. Het is nu 10:15. Maar ik ben al om 7:00 begonnen vanmorgen. Ik heb al een heleboel video's geëdit. Heel veel thumbnails gemaakt. Maar de kerstvideo's zijn af, jongens. Ik moet nu nog wel wat kleine dingetjes doen. Maar dat zijn allemaal dingetjes die, ja, weet je wel, gewone video's editen. En dat is, ja, kost wel tijd. Maar kost niet hele dagen, zeg maar. En die kerstvideo's, sommige waren best wel veel tijd. Vooral de kookvideo's. Want die heb ik donderdag opgenomen. Ik heb er donderdag, vrijdag en vanmorgen over gedaan. Om die geëdit en gerenderd te krijgen. Dus ja. Ik ga ze even hier een beetje opruimen. Even ontbijten, want dat had ik nog niet gedaan. Dan ben ik zo druk bezig. En dan denk ik, oh, dan moet ik beneden om te ontbijten. Ik heb er nog geen zin in. Maar dat komt straks wel. Ik ga eventjes hier opruimen een beetje. Vanmiddag wil ik hier even stofzuigen en dweilen. Maar ik moet echt op schoenenjacht. Ik heb een heel leuk jurkje. Maar daar kunnen niet gimpen onder. Dus ik moet even kijken naar een soort booties of zo. Maar die heb ik niet. En ik ben al bij een aantal winkels geweest. Alles is te small. Dus dat is niet fijn. Maar goed, ik heb mezelf beloofd dat ik eerst mag ontbijten voor ik ga opruimen. Dus dat ga ik even doen. Zo, ik mag weer wat openmaken. Dag 21. Ik doe dit even met één hand. Want dat kunnen jullie ook wel even zien, denk ik. Kijk, hij gaat open. Ik had al gevoeld wat erin zat. Ik weet alleen natuurlijk niet welke. Oh, oh, die is mooi. Oh, kom op, jongens. Oh, die is echt heel tof. Kijk nou. Wat een gave washi tape. Oh, ik ben heel benieuwd hoe die wordt als je die op de plei, op de, want ik denk dat die doorschijnend is. Oh, die is echt super tof. Dat is de cursus hoe maak je Suus blij in één deel. Geef een washi tape. Ik moet echt een grote kastje, want het past gewoon echt niet meer in. Zometeen ga ik iets doen wat ik vreselijk vind. En dat is op zoek naar een paar nette schoenen. Nou weet ik dat de Primark breedtematen heeft, dus daar ga ik heen. Maar ik zie vreselijk op tegen de Primark. Twee redenen. Het is een pokkendruk. En de andere reden is dat ik geen zin heb om in Alkmaar rond te lopen in de stad. Op deze dag. Want het is zeik weer. Het regent, het hagelt, het waait. En ik kan mijn auto echt niet in de buurt parkeren. En dat vind ik normaal gesproken niet erg. En dan loop ik met alle plezier dat stukje even. Maar ik heb er niet zo zin in. Nee. Maar goed, ik moet echt. Ik ga heel stiekem eerst nog even bij Scapino kijken of die nog een paar fletjes hebben. Het moet gewoon een paar nette schoentjes zijn. Er hoeft geen hak onder of zo. Ik spiek eerst even bij Scapino, denk ik. Nou, de Scapino, faal, Bristol, dikke vette faal. Het probleem bij de Bristol is dat ze gewoon alleen maar maat 37, 38 en 42 of groter hebben. Dat is gewoon echt niet handig. Ik weet niet waarom die nou autofocus op mijn buiten, maar ik ben hier. Wacht even. Dat is beter. Kijk, nou ben ik ook helder. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga thuis lunchen. De was even doen en dan ga ik gauw Valerie ophalen. En dan gaan we maar even naar de Primarkt in Zaandam. Ze gaat gelukkig mee. Dat vind ik super fijn, want ik zag er echt op om dat in mijn eentje te gaan doen. Ik had vanavond eigenlijk een concert, maar dat ga ik gewoon niet trekken. Dat had ik gisteren en eergisteren al besloten. Dus ja, jammer dan. Het zij zo. Ik ga het gewoon niet trekken. Nee, moet ik niet doen. Ga ik mezelf over. Oh, ik moet rijden. We zijn bij de Primark en ja, de bedoeling was eigenlijk, ja, er wordt gezwaaid. Kijk, zien jullie het? Ja. En de bedoeling was eigenlijk voor mij kleren, maar guess who heeft er één stuk? En wie heeft er een heleboel? Ik had er
er 7. Hi, ze is mee. 7 had je er, ja. 8. Maar zij gaat passen, ik ga passen. Maar ik ga de trui passen nu even. Ik stel voor dat hij heeft. Oh, dit is echt heel erg. Ik hoor je hier gewoon knippen. Oké, dan pakken we weer naar beneden. Maar nu moet ik zo op iets aangeraakt van ijzer en dan gaan we gewoon de vonken eraf schieten. Maar dit is wel lekker. Wat heb je nu? Zwetten. Oh, hier de gekke borstel. Was het gelukt? Nee. Oh, de winkel. En kijk nou eens. We hebben een jurkje gevonden. Nog even kijken of het nog een maandje kleiner kan. Maar dit zit al heel lekker in elk geval. Ja, daar moeten we nog wel wat op verzinnen. Ik was jullie even kwijt. Oh, ik ging wat uitzetten. Wacht even. Maar ik heb jullie weer gevonden. Die zaten gewoon in mijn tas gestopt. Nou, ik ben super goed geslaagd. Het jurkje heb ik gekocht. Ik heb nog schoenen gevonden. Jullie gaan woensdag de hele outfit bij elkaar zien. Of als je me op Instagram volgt, dan ga je hem vandaag nog zien. Want ik ga hem zo opzetten. Ja, het was echt super tof. Ik ben gewoon zo goed geslaagd. Het is nu 7:15 alweer. Ik ga een rondje lopen. En dat wil ik nog even doen. Ik heb al wel gegeten inmiddels. Ik was echt pas 6 uur thuis. En ik moest natuurlijk wel even showen aan Timo wat ik gekocht had. En ik kwam beneden erin en hij zegt, wow, dat staat je leuk. Nou, dat is mooi toch? En nu heb ik dorst, want we hebben de hele middag niet heel veel gedronken. Anders moet ik elke keer naar de wc, is niet handig. Maar het was super gezellig met Valerie. Nou, ik heb her en der wat gefilmd, maar het was buiten aan het regenen. Dus buiten kon ik niet filmen, want dan worden jullie gewoon nat. Dat is niet handig. Maar goed, het is nu droog. Ik ga even wat water drinken en dan ga ik heerlijk een rondje lopen. Nou, ik heb besloten er een weekendvlog van te maken. En morgen dus verder. Ik ga nu lekker slapen. Tot morgen. Morgen, ja. Ik heb alleen mijn haar nog maar even doorgeborsteld. Ik zie er nog een beetje verlept uit. Ik ben al uren wakker. Het is nu 9:13. Ik heb vooral heel erg lekker video's liggen kijken. Ik liep een beetje achter met alle vlogjes kijken en zo. Ben ik weer helemaal bij. En nu ga ik zo meteen voice-over inspreken. Ik ga nog een video of thumbnails maken. Maar eerst eens even een to-do-listje maken voor vandaag. Dan weet ik wat ik moet doen. Niet heel veel. Dat is ook wel lekker, want de kerstfilms zijn, de video's zijn af. Ik heb wel ook allemaal weer leuke ideeën. Dus die ga ik ook allemaal weer opschrijven. Ik gok dat er volgend jaar best wel wat extra video's gaan komen. Ja. Ik moet nog wat uitzoeken voor mezelf, maar ook voor een klant. Moet ook gebeuren, hè? Dat soort dingen. Dus, dat is gewoon werk, zeg maar. Maar dat doe ik vanmiddag even. Geen Formule 1 meer. Het seizoen is afgelopen. Nog dikke 90 dagen. Ja, zelf. Maar ik heb er wel even wat van boven gehaald. Ik ga even jullie een pootje geven, want dan kan ik jullie wat beter neerzetten. Naar beneden, van beneden naar boven gehaald, moet ik wel goed zeggen. Zo, dan krijgen jullie een pootje. Want we zijn al bij dag 22, jongens, van de adventkalender. Dat betekent ook dat over 3 dagen de swap online moet. Die heb ik ook opgenomen, geëdit. Ik moet nog even wachten op het intro en dan kan die ook online. Dag 22 mag open. Ja, die ligt hier op mijn planner. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Ik denk het wel, hè. Het licht is niet helemaal goed. Ik ga jullie even aan de andere kant zetten. Ja, daar is hij. Even de planner aan de kant. Er liggen allemaal schijfjes op. Want daar was ik nog mee bezig. Ik zal hem even goed doen. Dag 22 zijn we inmiddels aangekomen. Als je denkt, hey, die trui die had je toch ook in het groen? Klopt, deze heb ik gisteren erbij gekocht. Ik vind hem zo lekker en hij zit zo fijn. En wat komt eruit?
Oeh, een washi tapeje. Met important, don't forget, to do en notes. Nou, dat is wel iets wat bij Suus past natuurlijk. Dus die is weer super tof. Nou, dat was dag 22. Doe hem er even weer in. Dan moeten we hem zo meteen nog eventjes in het boekje doen. Ik ga me eventjes met dit apparaat bezighouden. Ook wel bekend als computer. In de badkamer met mijn haar een beetje fatsoeneren. Ik had lekker gedoucht gisteravond, maar dan zit het daarna altijd zo. Als ik ermee ga slapen, nat. Dus ik maak het nu maar even nat met een washandje. En dan komt het wel weer goed. Ik zie nu dat mijn douchetegeltjes helemaal glimmen. En dat is wel fijn, want ik had ze schoongemaakt met al die kalkspul, maar dat werkt dus wel. Nou, die kan op de verwarming kan drogen in de was. Een beetje schuim maken. Dit is niet de jeukschuim. Ik had echt één schuim. Van een kruidvat. Joh, daar kreeg ik een jeuk van. Dat is echt niet oké. Maar goed, ik ga even dit doen. Ik zie jullie straks. Nou, ik ga even een rondje lopen. Eventjes een frisse neus halen. Gelijk even een stapel kerstkaarten posten. Tenminste, rondbrengen in de buurt en iets verder dan in de buurt. En daarna gaan we bedenken wat we gaan eten. Ik heb helemaal geen trek. Ik ben niet oké. Last van mijn buik weer. Wel had Timo dat ook al. Dus misschien dat er gewoon wel een virusje ronddwarrelt of zo. Maar daar heb ik geen tijd voor, geen zin in. Maar nu ga ik in elk geval lekker even lopen. Even kijken of een frisse neus halen zin heeft. Het waait nog steeds heel hard. Dus ik laat jullie thuis. Want dan het enige wat jullie dan horen is. Vind ik niet zo nodig. Dus tot straks. Normaal gesproken ga ik zo rond 9:30, 10:15 naar boven. Vandaag niet. Want jongens. Er is weer Heel Holland Bakt. Oh, wat vind ik dat een heerlijk programma. Ik ben lekker aan het kijken. Ondanks dat ik echt niet oké ben. Buik is echt niet goed. Ik zat met Timo even wat te kijken op tv. En mijn buik maakt lawaai. En Timo die zegt, mam, dit is echt niet oké. Ik zei, nee, dat weet ik. Maar wat doe je eraan? Maar goed, het zal wel weer beter worden voordat ik in een jongetje verander. Maar ik ga lekker nog even heel onontbakt kijken. Heerlijk. Ik heb dus vanmiddag ook echt niks gedaan. Ik had buikpijn met een poos op bed gaan liggen. Ik heb nog wel een rondje gelopen. Maar dat was hem ook wel. Donker. Kijk, ik ben onderweg naar boven. Want. Ja, ik ben er echt. Kijk maar. Ik heb net de intro voor Kerstswap binnengekregen. Dus die ga ik eventjes in de video editen. Dan komt die. Mooi. Oh, dat is niet handig. Ik moet even wat oprapen. Moment. Die ging voor iets. Hij is iets aan het doen nog steeds. Ik ga even die video editen. Tenminste de intro inzetten en muziekje, de goede muziekje eronder. En dan is het klaar. Dan is die video ook klaar. Oh. Is dat even lekker, jongens. Er is echt iets gebeurd wat heel lang geleden is. Ik heb hier gewoon 4 SD-kaartjes in die leeg zijn. 4 toch? Even denken.
1, 2, 3, ja. 4 lege SD-kaartjes. En ik heb er eentje in de camera zitten. Dus kun je nagaan. Alle tijd zijn ze echt vanaf eind november, nou, al eerder half november, zijn ze continu gevuld geweest met materiaal waar ik nog wat mee moest. En nu heb ik alleen deze nog die op dit schijfje staat. Ik ben zo blij dat het allemaal gelukt is, dat het mooi geworden is. Op één video na, die vind ik niet heel erg mooi, maar oké. Dat is ook een oproep, dus ja, weet je, daar valt niet heel veel aan te doen. Maar voor de rest zijn ze allemaal gewoon leuk geworden. En de een was wel wat meer werk dan de ander, moet ik eerlijk zeggen. Maar, nou, en nu ben ik bezig met de laatste video. Die zit dan in de render. En die is van 25 december. En ik heb van de week gewoon ook een vlog vrijdag. Wat een luxe, jongens. Ik ga wel video's opnemen, dat dan weer wel. Maar ja, goed. Maar goed, ik doe wel heel vrolijk en ik voel me echt niet oké. Ik heb nog echt heel veel buikpijn. Maar ja, dat lost niks op met boos of verdrietig zijn of zo. Ik ga gewoon lekker mijn bed in. En ik heb mijn elektrische dekentje lekker in bed gelegd en dat aangezet. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen tegen de buikpijn. Ja, wat het is. Ja, dan gaat hij wel een virusje rond. Misschien is het dat wel. Ik weet het niet. Maar oké, is het niet. Dus ik ga proberen lekker te slapen. Het is 10:50 inmiddels, dus het is al hartstikke laat. Dus ik ga een beetje verderop. Deze moet nog 20 minuten. Daar wacht ik wel even op, want ik ga een computer niet 's nachts aan laten staan. Dat is niet nodig. Dus ik zet even mijn timer op mijn horloge en dan over 20 minuten en, is het klaar. Goedemorgen. Ja, achter me zie je dat het alweer licht is. Ik ben gisteravond naar bed gegaan en een halve nacht aan het spoken geweest met mijn buik. Maar het is beter. Het is nog niet over, maar wel beter. Maar goed, ik heb de video niet meer afgesloten. Dus dat doe ik nu nog maar even. Dankjewel voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens je alvast een hele fijne dag als je deze video 's morgens kijkt. Kijk hem 's avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Morgen. Doei.